of ik het zou kunnen en financieel. De investering in mezelf durven te maken. Ik realiseerde mij dat ik in mezelf mag investeren. En ik verlangde zo naar vrijheid en mijn expertise inzetten, dat ik, ik durfde de stap te maken. En ik dacht, ja, we gaan ervoor. Ik ga dit doen. Zakelijk gezien ben ik sowieso helemaal gegroeid, omdat ik zit niet meer vast in een functieprofiel. Ik kan al mijn sterktes inzetten om een ondernemer te helpen. En persoonlijk, ja, de programma's die ik heb meegemaakt, zoals de VA-programma, dat je leert zo goed naar jezelf kijken, naar je eigen kunnen en je vaardigheden, dat je echt denkt van, hey, je krijgt heel veel zelfvertrouwen en je maakt een persoonlijke ontwikkeling door. Dus dat is gewoon heel mooi en daar kan je eigenlijk geen prijs aan hangen. Ik ben het programma gestart en dan moet je marktonderzoek doen. En die is zo goed bij mij gegaan dat ik zoveel aanvragen kreeg dat ik bijna niet meer aan de opleiding toekwam, omdat ik zo druk was met mijn klanten. Dus ik heb er ook ietsje langer over gedaan. Gelukkig kreeg ik die ruimte. En ja, ik zit nu gewoon vol en ik heb nu ook, ook meer mijn ideale klanten. Ik heb zelf van klanten al afscheid genomen en ik ga steeds meer richting mijn ideale klant toe en dat is perfect. Goed, ik ben altijd in het begin altijd sceptisch van, van mezelf. Dat heb ik overal waar ik instap. Maar Danielle is heel betrokken en ik weet gewoon, zij is er voor mij. Dus als ik haar app of bel, zij is er en zij heeft gewoon advies en er luistert iemand naar je. En je bent niet een nummer. Dus, en dat maakt het traject voor mij heel waardevol. Ja, dat je mag geloven dat je het waard bent, dat je echt een expertise hebt waar ondernemers op zitten te wachten. Dat vond ik nog wel heel lastig, want ik dacht, ja, ik kan goed organiseren, maar wat betekent dat? Maar je komt er dus echt achter dat ondernemers daar zo'n behoefte aan hebben. En dat heeft zij mij in laten zien. Mijn grootste inzicht tot nu toe is geweest dat alles mogelijk is. Ik ben niet meer gekaderd. Dus ik ga helemaal in mijn kracht staan en ik kan mijn ding doen. Gun jezelf de investering in jezelf. Want dan kun je zoveel waarde leveren en zoveel energie krijgen en vrijheid. En de wereld ligt voor je open. Maar gun het jezelf dat je die investering doet. Nou, om wat ik nu bereikt heb. Ik ben pas een half jaar verder en ik denk er nu al over om iemand aan te nemen. Ik ben met mijn online programma bezig en het is bizar. Ik heb nu 6 hele leuke klanten en ik ben heel trots op wat ik nu bereikt heb. Ja.